belangrijkste is gewoon dat aan de westkant de brug, die gaat er gewoon komen. We gaan, dat is voor het plaatselijke verkeer, voor het regionale verkeer, gaan we kijken naar de variant rond Nieuwebrug om een oplossing te hebben. Maar de oostkant, die is eigenlijk al net zo belangrijk. En de Steinhaagseweg omleggen, het fietsverkeer daar omleggen, fietsverkeer proberen zo goed mogelijk door te laten stromen, ongelijkvloers of anderszins, willen we doen. En daarnaast willen we ook absoluut de werkgroep van de verkeersvisie en zelf natuurlijk ook aan de slag om te kijken of dat we ook aan de oostkant een goede ontsluiting kunnen krijgen. En een van de uitgangspunten daar is natuurlijk dat we het verkeer rond de wijk willen hebben. Dus we willen kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Dus we hebben veel plannen. Daarnaast ook het fietsverkeer. Fietsverkeer moet ruimte krijgen, daar hebben we ideeën over. En een van de heel concrete zaken is ook dat we volgend jaar gewoon bekeken willen hebben hoe we het fietsverkeer en de ring in Woerden, hoe we dat ook met elkaar kunnen laten matchen. Ja. Even bij die brug beginnen, hè. Daar hebben veel mensen het over gehad. Dat zou dus een begin van die westelijke randweg kunnen gaan zijn. Wanneer is die brug er in uw perspectief? Ja, in mijn perspectief zou die er morgen mogen liggen, maar we moeten nuchter zijn. Ook daarin hebben we ons laten informeren door de ambtenaren. Op het moment dat we nu mee beginnen, dan krijg je gewoon een aantal procedures. Dus we moeten ervan uitgaan dat het minimaal 4 jaar duurt, voordat die echt geopend kan worden. Dus binnen 4 jaar, of eigenlijk over 4 jaar, openen is een ambitie? Dat is absoluut de ambitie. En dan hou je rekening met alle procedures en ja, de rapporten die nodig zijn om dat te kunnen doen. En dan, dat is echt ons streven. Er staat een forse investering op verkeer, zo'n 16, 17 miljoen. Hoe gaat u dat financieren? Meerdere dingen. We hebben al een fonds infrastructurele werken. Daar sparen we al voor. En wij willen ook absoluut bij de provincie en ook Nieuwebrug Bodegraven bijvoorbeeld, willen we in gesprek om daar het een en ander vandaan te krijgen. Maar ook het aanvullen van het fonds infrastructurele werken in de komende periode, de fondsen die vrijkomen, die willen we daarvoor gebruiken. Maar nu zie ik ook een bezuiniging van 1 miljoen binnen het sociaal domein door een stukje herstructurering, een overweging van gemaakte keuzes in het verleden. Ik zie een OZB-verhoging voor de komende 2 jaar, dus 2 keer 2% omhoog. Dat is fors. Uw partij CDA heeft gezegd, ja, geen OZB-verhoging, liever niet. Nee, liever niet. Dat hebben we inderdaad gezegd. Maar als je de OZB-verhoging nu bekijkt, over de 4 jaar, dan praat je over 1,5%. We hebben echt gezegd van, we zien de investeringen die we hebben. We zien dat we het financieel op orde moeten maken. Daar zaten best wel wat gaten. De algemene reserve die te klein geworden was. En de schuldenlast die gewoon veel te groot geworden was. En we willen gewoon binnen die terreinen waar we echt aan de gang willen, dan moeten we investeren. Ook aan de voorkant, voor het wonen bijvoorbeeld, hebben we gezegd dat andere lasten, die laten we buiten beschouwing. Maar bij de OZB, de eerste 2 jaar 3% en daarna op 0. Dan hadden we zoiets van, dat moet uit te leggen zijn. En het gaat niet alleen om het verkeer. Het gaat er ook om, wij willen ook gewoon duurzaamheid hebben in Woerden. We willen ook die klimaat. Ja, maar daarom wordt die kostenpost groter. Dus dan vraag ik me af, gaan we die dekking dan voor de komende jaren en ook bijvoorbeeld na deze komende 4 jaar redden met die 2% OZB-verhoging en die bezuiniging sociale mijn? Want wat zijn de andere manieren voor u om aan dit geld te komen? Nou ja, wat ik net aangaf, de provincie, dat is heel concreet. De provincie wil echt fietspaden, het omleggen van het fietspad Steinhaagseweg bijvoorbeeld. De situatie, kijk, de verkeerssituatie in Woerden, dat heeft 2 componenten. Het is een plaatselijk component, plaatselijk probleem, maar het is ook een regionaal probleem. En als wij aan kunnen geven wat het regionale probleem is, dan met name aan de oostkant hè, richting Harmelen, zeg maar, en aan de westkant richting Nieuwebrug, dan weet ik bijna zeker dat we echt aan kunnen kloppen bij en de provincie en Nieuwebrug Bodegraven als gemeente. Want die hebben ook een belang.